Dit is Marie Benoit. Ze staat met 5-2 voor in de eerste set. Als Lucas serveert. Het is juice. En dan dit onnodige foutje van de Belgische. Waardoor Lucas uiteindelijk de game kan pakken. 3-5. En Benoit serveert voor de set. Maar staat wel met 15-40 achter. En dus een tweetal breakpunten voor de Kroatische. En die verzilvert ze ook. Komt daarmee helemaal terug in de set. 5-4. Behoudt vervolgens ook haar eigen game. En breekt daarna Benoit weer. En dus staat ze met 6-5 voor. Serveert zelf op voordeel. En pakt hier de eerste set. En dat is vrij gedaan. Sta je met 5-2 achter en win je toch nog met 7-5. Deze 20-jarige blondine. Ook zij is 20 jaar. Te herkennen aan de zwarte cap. Want beide dames tennissen in een wit shirtje met een blauw rokje. Het is breekpunt voor Lucas aan het begin van de tweede set. Een goede winnaar. En Lucas heeft de break te pakken. En dan is het alleen nog maar uitserveren. En dan heb je de wedstrijd. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want Benoit breekt 2 keer op rij en staat inmiddels met 5-3 voor. En dit is een goede winnaar, zeg. Prachtig punt van Benoit. Met de backhand langs Lucas heen. En staat ze 40-30 voor in deze game. Setpunt dus voor Benoit. En de bal in het net geslagen door Lucas. En de vreugdekreet van Benoit. De derde set moet de beslissing gaan brengen. Het staat 4-4. Al 4 breaks op rij gehad. En dit kan zomaar break nummer 5 worden. Want het is voordeel voor Benoit. En Benoit maakt het punt ook. En komt daarmee op een 5-4 voorsprong. Dat betekent de service behouden en de toernooizege is binnen. Alleen, breekpunt achter. Gaat dit dan de 6e break op rij worden? Lucas moet breken, anders is het gedaan. Maar het punt, een knap punt van Benoit. Ze komt van 30-40 terug tot juice. 40-40. Benoit aan service. Benoit naar de andere kant van de baan gestuurd. En dan de voorhand van Lucas net uit. Onnodige fout. En een hele dure fout. Want in plaats van breakpunt voor, nu matchpoint tegen. En die bal is uit. En dus wint Marie Benoit uit België. 20 jaar oud. Theon International 2015. Door met 5-7, 6-3, 6-4 te winnen van Tena Lucas. Uit Kroatië. Hier zien we nog een keertje dat matchpoint. Goede voorhand van deze linkshandige Belgische. Als Lucas vervolgens uitslaat. De beker en de cheque is voor Benoit. En wordt uitgereikt door toernooidirectrice Jeannette Niemeyer. Applaus voor de runner-up van vandaag. Tena Lucas.